Merci, Phil. En daar is het, hè. Begin maar te tellen. Ik ga er niet aan beginnen. Ze hebben gezegd 700 en ik geloof ze. Alhoewel, dat lijkt me toch wel heel veel. Michael. Kan de camera hem nog even vangen? Daar zit hij, links. Gelost op zijn redoets. Een schouderklopje. Schouderklopje krijgt hij daarmee van Michael Chérel. Kennen elkaar goed natuurlijk. Sterk. Ja, ook al los je moet proberen te genieten van dit moment. Een uniek moment na een unieke carrière met een erelijst waar je ongelooflijk trots op kan zijn als je straks met pensioen gaat. Je zal met volle teugen van zijn pensioen kunnen genieten. Hij heeft er alles aan gedaan gedurende zijn carrière om er het beste uit te halen. Met alle mogelijke middelen. En nog eens naar Renaat, die zich het vele lawaai ongetwijfeld ook laat wel gevallen. Ja, absoluut. Het is de moeite. Een zee van volk. En in het zog hier van Moniquet, die op het punt staat om Armirail terug bij te dwenen. In de laatste 500 meter van La Redoute. Dan die Moniquet, die hier toch wel een hele mooie wedstrijd rijdt. Armirail, toch gepatenteerde klimmer. Hij zit op 7 meter nu van de Fransman. Hij moet er nog naartoe, maar het is natuurlijk afzien bij de beesten. En iedereen hier in de spits van het gebeuren voelt de hete adem van dat peloton heel, heel erg dichtbij. Nu in de uitloop. De uitloper, dat wil zeggen dat de glooiende gedeelte nog niet boven aan het spandoek. En dat kloofje is weer groter geworden. Moniquet dan toch een beetje geplafonneerd in zijn enthousiasme. Je kan hem niks kwalijk nemen. Armirail, de eenzame leider op dit moment. Maar hoe lang blijft hij nog uit de greep van de favorieten? Monteer een drillboor op het stuur van Mauri van Sevenant en al dat asfalt is weg. Zoiets ongeveer. Gaat er met land in en het is omgeploegd. Het is mooi meegenomen in zijn geval. Armirail komt nog als eerste boven. Die 1.05, dat lijkt me iets vreemds. Want daarnet was het 48 seconden. We gaan straks de chrono wel zien boven. Luc Wirtgen, die daar ook op het punt staat ingelopen te worden. Moniquet is doorgekomen bovenop 8 seconden. Moniquet die het goed doet. En een aanval van Remco Evenepoel, die daar bijna zijn achterwiel zag wegslaan. Maar Evenepoel met een serieuze versnelling bovenop de La Redoute. Dit is de debatten openen. Op een andere manier koersen, want Alaphilippe is weg. Dus hij mag dit wel doen. En dan is er paniek in het peloton. Kijk eens naar al die anderen daarachter. Oeh, proberen mee te gaan. En er moeten er een paar passen. Er is er maar eentje mee verlopen. Of bijna mee. Ja, nog niet helemaal mee. Evenepoel is... Is dat Teunstuk? Nee. Even weg. Nee, maar kijk ook eens hoe vlot Wout van Aert daarmee mee rijdt op La Redoute. Fuglsang nu. Ja. Die komt. Van Aert en Teuns. Murissen ook. Dacht ik. Ja. Even een poel met een gaatje. En dit is de cadans die we van hem wel eens vaker zien, eens hij daarin zit. Het is nu wel natuurlijk in dalende lijn, maar als hij zijn cadans gevonden heeft, rijd dan maar naartoe. En hij is alleen, hè? Mm-hmm. De man van Education is niet tot op het spoor geraakt. En dan had ze nog een klein beetje geluk dat hij zich een klein beetje vertrapte. Dat hij niet onmiddellijk zijn inspanning kon doorzetten. Het was even paniek. En nu? Het is natuurlijk een moeilijk verhaal. Hè? Als je helemaal alleen bent en daarachter nog heel veel ploegen samen zijn en de organisatie komt er... Maar hij wil op deze manier koersen en dit is bijzonder fijn om te zien. Remco Evenepoel met een late aanval op La Redoute. Bijna boven en dan fors aanzetten. Hier voorlopig nog niet de grote paniek, die was er wel bij zijn aanzet. Toen zag je iedereen proberen om mee te glijden en te demareren, maar ja, dat lukte niet voor iedereen. Paulus heeft het even geprobeerd, maar is dan terug ingeropen door het peloton. En nu gaat Bahrein zich weer organiseren. Ja, het is Landa en Jack Eich die daar helemaal vooraan zitten. Daar zit Teuns ook uitstekend gepositioneerd. En Wout van Aert, de drie Belgen die het kunnen doen, zijn goed aan het koersen. Armirail, die gaat zich een klein... Dit is Oerselin. Klopt. Ja, hier gaat hij natuurlijk niet veel steun aan hebben. Mak op.
Je moet dan maar rekenen op de vertwijfeling achteraan. Zo van de ploegen die naar elkaar kijken en zeggen van ja, hij is wel weg. Hè? Ja, en hij kan dit wel. Hè? Hij kan dit wel en moet proberen nu natuurlijk te blijven rijden en met een voorsprong aan de Roger Faucon te beginnen. Wat zeiden wij daarnet toen Van Vleuten ging op weg naar de Roger Faucon? Misschien moet ze even wachten. Maar ze reed door en ze ging dan nog eens als ze gegrepen werd. Ze kwamen vanzelf, maar ze ging dan nog eens. Hier is Armirai. Die kijkt om en die moet ergens al iets zien komen in de verte. Die minuut en acht zal dan toch wel geklopt hebben als je ziet waar hij nu zit. Dus we hebben ons een beetje verkeken op die tijdsverschillen. Want op een bepaald moment stond daar 40 seconden, 42 seconden. Het is er nu nog 40. Tijdrit van 27 kilometer. Van Vleuten heeft het hem voorgedaan. Alhoewel, die is onderweg nog eens even terug in die groep gaan zitten. Sterk werk van deze Bruno Armirai. Zit toch ook al mee in die vlucht van in de prille beginfase. Is bijna 200 kilometer mee in de aanval. En heeft nog iets in de tank. Dan heb je hele goede benen. Peloton op een minuut en vijf wordt gemeld. Dat is Landa. Teuns daar in vierde positie. Met Verona in zijn spoor. Mm-hmm. Henrik Mas voor Valverde. Even een akkefietje tussen Higita en Mauri van Zevenhand, die nerveus is. Van Aert met nog altijd een ploegmaat bij zich. Is dat Sam Omen of was het Sepp Kuss? Quinten Hermans zit er ook nog goed vooraan. En hier Pozzo Vivo helemaal achteraan. Hier is hij. Bruno Armirai. Oh boy, you're a lonesome Zorro. Zero, ja, ik zeg maar, het is Zorro. Ja. De rover, jepla, jawel. Ook bij de vrouwen gezien. Mm-hmm. Als je daar bij de verkenning voorbij gekomen bent, dan kan je dat perfect doen. Als dat bij verrassing voor je neus komt, is dat iets anders. Is een parcoursverkenning bij Luik-Bastenaken-Luik even belangrijk als bij de Ronde of Parijs-Roubaix? Nee, hè? Nee, maar als je het mocht gezien hebben en je hebt de tijd om daar voorbij te komen, dan kan je het maar beter opslaan. Er gaan er hier aan de finish toch een paar nerveus worden. Een pak zelfs. We hebben heel veel fans van Remco Evenepoel gezien. Ja, helemaal, ja. Gaat hij erover? Ja. Jawel hoor. Ja. Hij is handiger geworden, hè? Ja, dat mag je wel zeggen. Hij durft het aan. Hij staat op het punt om Monique bij te halen. Van Hoeken zijn ze al voorbij. Monique, dat is de tweede man in koers. Armirai is de koploper. Monique volgt op 34 seconden. Het peloton op 57 seconden. Dus Evenepoel, die nu ook Ursulin achterlaat, gaat bij Monique komen en moet daarop en daarover. Als het rap genoeg gaat, en dat zal het wel doen. Het is een hellende strook. Monique die toch nog alles uit zijn lijf haalt om te proberen mee te gaan. Hij rijdt een halve minuut weg, hè, José? Renaat. Is goed. Ja, dat is indrukwekkend te noemen in deze fase van de strijd. Het grote verschil met andere jaren natuurlijk is dat de forge er nu natuurlijk niet in zit. En eigenlijk is dat een voordeel voor Remco Evenepoel in deze fase van Luik-Bastenaken-Luik. Hij zal natuurlijk een kloof van betekenis moeten uitbouwen. Heeft de man van Lotto Soudal meteen achter zich gelaten, Monique. En dan zien we in de verte Ginder dan toch de rest van de favorieten opdoemen. Hij moet nu in één ruk naar Armirai. Maar dat is nog wel een kloofje dat hij moet dichten. Dat is nog een meter of 300, 250 daaromtrent tegenover de Fransman. En het is vooral een eenmanspoging. Dat is dan weer het grote nadeel voor Remco Evenepoel. Die hier eigenlijk probeert wat al in geen jaren meer gelukt is in Luik-Bastenaken-Luik. Maar je moet hem in elk geval het voordeel van de twijfel, het voordeel
voordeel ook. Het respect geven voor de poging, voor de stoutmoedige poging. Rijdt daar nu 100 meter achter ons, gevolgd door een bos van motoren. En dan heel, heel ver daarachter zien we de groep der favorieten. Nu heel ver vanuit ons perspectief hier. Dat is allemaal nog op de spreekwoordelijke zakdoek. We gaan nu de koploper voorbij. Evenepoel zou weer eigenlijk razendsnel moeten zijn. Wil hij een realistische kans maken om deze Luik Bastenakenluik te winnen. Hij is daar ook razendsnel, Renaat. Hij zit tussen die motoren en die volgwagens. En hij is op weg naar Bruno Armirai. Dat is de logica zelf. Armirai 250 kilometer in de aanval bijna. Dat is een beetje overdreven, maar meer dan 200 kilometer. Moniquet die kijkt achterom. En dan moeten we vooral kijken naar die tijdsaanduiding van groep 3. 45 seconden. Dat is een halve minuut achter Remco Evenepoel. Al komen ze hier nu wel weer aansnorren met die mannen van Movistar en Bahrein. Er wordt tempo gemaakt. Er zit nog heel veel volk samen. 31 seconden en 62 honderdste seconden toont José aan met zijn handgeklokte chrono. Klopt. Die uiterst betrouwbaar is. Vandaag toch. Nee, nee, sterk. Goed, goed, goed. Klopt, hè. Je hebt de tijd daar bovenaan geduid. Tegenover het spijtige voor Remco is dat er achteraan nog een hele grote groep man of vier zit van Bahrein Victorious. Nog te veel helpers bij, ja. Nog te veel helpers. We zagen daar met Landa, we zagen daar Mohoric ook nog zitten. Die vraag is, gaat die werken of gaat die niet werken? Dit is een overbruggingstuk en dat gaat heel veel krachten kosten. We zien iemand voor zich uitrijden en dat geeft toch ook altijd een klein beetje een goed gevoel. Het probleem is dat er geen motoren of niks voor hem in de buurt zit. In dit geval dus. Ja, normaal ben je als vluchter wel in het voordeel wat dat betreft. Maar nu zit hij daartussen nog. Dus hoe sneller hij bij Armirai geraakt, hoe groter het voordeel wordt. Ja, je zou verwachten dat er nog een paar motoren gaan voorzetten. Hè? Maar dat is niet het geval. We komen aan de Rojo-Faucon op 13 kilometer van de streep. Renaat, die wil nog eens. Ja, een groot nadeel voor Evenepoel in deze fase van de strijd is de tegenwind die hier staat. Hij zou zo snel mogelijk in dat wiel van Armirai moeten geraken om dan heel even af en toe met een relais te kunnen verpozen. Om dan met een zekere marge aan die Roche-au-Faucon te beginnen. Wind op kop en dat zal ongetwijfeld een rol spelen in deze fase van de strijd. Evenepoel moet deze Armirai heel snel op de nek gaan vallen. Als we dat beeld gaan zien met die camera. Als die even zou kunnen zwenken naar achter, dan moet hij gewoon op komst zijn. Dit is nog eens het moment van zijn demarrage. En daar komt hij. Gepiloteerd, gelanceerd door Mauri van Sevenant. En sloeg daar even weg op dat stukje asfalt dat daarbij was gegoten. Maar corrigeerde dat ook goed. En er zat fors op. Er zat heel veel fors op. Kijk naar Paulus. Die denkt, ik ga gewoon mee met Evenepoel. Ik probeer me in dat wiel vast te bijten. Ja, Tarara, dat lukte niet. Nee. Helemaal niet. Zagen we daar een hele goede Quinten Hermans. Inderdaad. Hermans, derde, vierde positie. Die wat twijfelde na de Waalse pijl. Nog niet helemaal in de topconditie zat. Door ziekte zijn, ja, zei hij. Dit is natuurlijk niet goed voor Remco Mohoric. Met daar Geraint Thomas. En Sam Omen zit daar inderdaad ook nog. Van Jumbo-Visma. Die mannen weten dat de koers stopt aan de voet van de Rojo-Faucon. Armirai ziet Evenepoel komen hier vlak voor de bocht. En denkt dan, ik moet aan dat wiel proberen nog een beetje mee te gaan, zo lang mogelijk. Iets meer beschutting hier van de wind, dus iets meer bescherming, iets meer ruimte. En het screen van de motoren dat zich nu wel gaat vormen. Hè? Als je helemaal vooraan in de koers zit, is dat altijd het extraatje dat je krijgt. Graag. Halve minuut. We zijn niet chauvinistisch, maar graag. Nee, daar wordt getwijfeld. Twijfel is het niet, maar het is ook een beetje vertragen om naar de bocht te gaan. Maar Omen die moet ook meewerken. Die moet ook aan de bak. Er zijn er toch een paar die denken, het is een vreed manneke, die Evenepoel. Als laat hem vooral geen minuut pakken. Het is niet te vertrouwen. Hè. Hij heeft nogal van die toeren gedaan. Daarom niet in klassiekers van 250 kilometer. Murisse zit daar wel degelijk nog altijd goed. Geposteerd ook. 35 seconden meldt de wedstrijdradio, dus hij rijdt seconde per seconde weg. 20 kilometer, pas op hè, maar het is natuurlijk die Rojo-Faucon. Daar komt nog een versnelling van achteruit, die komt er sowieso. En als je dan in dat tussenstuk zoveel hebt gegeven, hoeveel heb je dan nog over om die klim goed door te komen? Dat is de grote vraag, maar als je bezig bent aan een nummer en je gaat dat nummer afwerken, dan zou het kunnen, maar het zou wel heel straf zijn.
heel straf zijn. Het zijn de grote nummers die de geschiedenis kleuren van de koers. Voilà. Zoals dat van Van Vleuten vanmorgen bij de vrouwen. Helemaal. Opgepast met die wagens daar. Uit de weg. Maar ook weer niet te ver uit de weg. Geen probleem. Ideaal. Dat is toch waar? Wij zijn toch wel chauvinistisch. Ja, maar ja. Als de Rode Duivels spelen, supporten we toch ook voor de Rode Duivels? Ja, ja. Het is sport, het is, het is entertainment ook, hè, voor een stuk. Nee, we doen mee, Gaan nog een beetje eten en drinken bij de zaak. Ook daar nog aan denken. Dit zijn die stroken waarop je dat kan. Je kan bollen. Dat papiertje weer wegsteken. Er zal nog wat suiker overblijven om dan nog eens van te nippen straks. Ja, dat is bij de zaak zijn ze. Dat is bij de zaak zijn. Goh, stel u voor dat hij dat nummer afwerkt. Mm-hmm. Ga niet te voet naar huis. Dat niet. Ik ga toch een diepe buiging maken dan. Absoluut. En met hoeveel zijn ze hier van... Maar blijf nog even rustig. De club van Remco. Normaal kalmeer jij mij. Ik ga jou nu een beetje kalmeren. Nee, maar het is kalma, goed. Het is goed. En van Zevenhand zit daar heel goed. Hè? Ja, mooi. Poortwachter. Mauri van Zevenhand. Op elk wiel springen en laat ze het maar alleen doen. Ik geloof niet dat er iemand alleen naartoe kan rijden. Nee, en wat het verhaal toch is... Toch niet voor de Faucon. Wat het verhaal is met Van Zevenhand, je moet daar rond. Hè. Je beweegt altijd een beetje. Hè. Je moet nog meters maken om daar rond te rijden ook. Ja, en de bekkentrekker, Olisi, zit daarvoor, Hirschi. Die gaat straks nog eens wat smoelen trekken op de Rojo Faucon, Olisi, om ze proberen dichter te brengen. Diego Olisi. Dertig seconden op deze groep. Maar Mirai, die gewoon op het wagonnetje Evenepoel springt. En dat klinkt heel simpel, gewoon, maar doe het maar. Hè. Als je meer dan 200 kilometer in de vlucht zit. Ja, is een heel sterke prestatie van Mirai. Maar nog eens, tijdrijder, zoals José zei. Tweede op het Frans kampioenschap achter Rémi Cavagna. Ik denk dat dat maar een goede 20 seconden scheelde toen. Evenepoel die de goede lijnen probeert te vinden en te zoeken. En dat ook steeds beter doet. Ja, dat heb je ook. Hè. Als je zo jong bent, zoals Evenepoel, en zo jong bij die profs komt, dan moet je nog veel leren. En dat heeft hij op die 3 jaar ook al gedaan. Staat er ook voor open, is gretig, is ambitieus, wil beter worden. En dan zijn er nog zoveel procentjes links en rechts te rapen. Komt er overal ook nog eens bij natuurlijk dat hem op relatief late leeftijd heeft niet echt bij de jeugd gekoerst. Hij is pas bij de junioren beginnen koersen. Hij heeft dus die categorie van de nieuwelingen niet meegemaakt. En daar toch een stukje behendigheid aan heeft verloren. Maar doet er alles aan nu om dat goed te maken. Zitten er nog wel wat kleppers klaar, hè? Met Woods, Valverde, Hirschi, Teuns, Wout van Aert. We zijn nog niet thuis met Remco. Vijfendertig seconden wordt weer gemeld. En dan... Even drinken. Een beetje water eruit nog. En nog eens naar Renaat. Ja, en dat stuk waar hij zich nu bevindt, dat is zo'n draaien en keren stuk waar het peloton amper in het voordeel is, als ze al in het voordeel zijn. Dus de voorsprong consolideren in deze fase van de strijd, dat moet lukken. Ja, even corrigeren. Frans kampioen tijdrijden is Benjamin Thomas, hè, op dit moment. Cavagna is nationaal kampioen op de weg. Maar was ervoor Frans kampioen. Is ook al Frans kampioen tijdrijden geweest, hè? Vorig jaar, dacht ik. Het jaar ervoor dan. Ja. Ah, ja. 2020. Ja. Mm-hmm. Hij op een half minuutje van Benjamin Thomas. Evenepoel pakt weer een paar secondjes extra. Nog 15 kilometer. Mocht die Rojo Faucon daar niet liggen, dan zouden we zeggen, ze pakken hem niet meer. Nee?
Ja, ja, het zou, ja, 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 ja. Maar dan zouden ze hier achteraan al anders gekoest hebben. Hè. Maar alles is belangrijk in de zin van hoe gaan deze mannen er tegenaan? Wie kan er wie afrijden? Als ze zomaar bijvoorbeeld een demarrage van Woods en er wordt onmiddellijk gevolgd door een Teuns en door anderen, dan stopt dat weer, gaan ze naar elkaar beginnen kijken. Dus ja. En natuurlijk, ja. Hoe goed is Remco Evenepoel nog op het moment dat daar de Roger Faucon gaat oprijden? Wedstrijdradio meldt 43 seconden. 43 seconden. Ik zal direct eens kijken. Zo. Drie kwart minuut. Hier in dat bochtje. Als we daar ook het peloton zien doorkomen, dan gaan we kunnen zeggen. We gaan naar de Roger Faucon met een goede voorsprong voor Remco Evenepoel. Als hij hier goed doorkomt, in dat ritme goed vindt. Maar het is een tweetrapsraket, hè, die Roger Faucon. We hebben die eerste 1,3 kilometer met dat steile stuk van meer dan 10%. En dan ga je een kleine afdaling hebben en dan ga je nog eens dat stuk van 6% hebben. Dat gaat toch fruit, hè? Dat hij snel aan het rijden is, José. Amai. Maar goed. Nummer 13, ik weet niet, het is... Niet miskijken op Armirai natuurlijk. Die zit al meer dan 200 kilometer in de vlucht. Maar de cadans zit goed bij Evenepoel. De cadans zit goed. Weet je, daarachter gaan ze vooral niet mogen wachten. Nee, ze gaan op tijd moeten aan beginnen. Hè? Op tijd moeten aan beginnen. Ik zit hier te kijken, maar ik krijg geen beeld van het opdraaien. Dus nee. Mijn top is voorbij. Misschien zijn ze daar nog niet. Tja, dan zit het 50 seconden. Ze zijn er wel voorbij. Mohoric aan de kant. Mohoric aan de kant. Die heeft zich leeggereden. Dus hebben ze daar nog één kopman. Nu aan de leiding. Ja, ja. En dan Teuns. Dus is Teuns de kopman. Ja, ja. En terecht. Dylan Teuns, de winnaar van de Waalse Pijl. Wout van Aert in derde positie. Maar dit is nog niet het tempo waarmee je Evenepoel terug tot de orde gaat roepen. Al zakt die voorsprong daarboven in beeld nu wel een beetje. De winnaar van het eerste monument van het seizoen hakt af in het vierde monument. In Luik-Bastenaken-Luik. Dit is goed, hè? Kijk, kijk, kijk. Dit is een goed beeld. Wie? Wie? Voorlopig niemand. Allemaal redelijk à blok. Links in beeld, Xandro Murrissen. Naast Dylan Teuns, Valverde op de eerste rij. Valverde met Enric Mas bij zich. Mas moet tempo gaan maken. Valverde zal hem iets toegeschreeuwd hebben. En ook Jack Hake zit daar nog. Evenepoel. Er staat weer 40 seconden. Nog 700 meter op dat steilste stuk van de Roger Faucon. Mas. Maak tempo. José. Ja. Ja. Ja, José. Ik ben hier, ik ben hier. Ik ook. Ja, voilà. Niet te vroeg victorie kraaien. In elk geval in deze fase van de wedstrijd nog niet, maar... Kijk ook eens hoe Wout van Aert vlotjes meegaat en Dylan Teuns vlotjes meegaat. Het is de Luik-Bastenaken-Luik van de Belgen op dit moment. Je probeert Kronos te nemen. Ja, ja, ja. Ik had er getopt aan een man met een groen shirt, maar net daarvoor gaan ze beeldwissels over naar een ander beetje, beeld. Ja. Hierboven, op het iets minder steile stuk, kan weer een paar tanden gaan bijschakelen. Nog niet helemaal boven, maar het is toch wel iets minder steil. Maar hij blijft in een mooie cadans zitten. Hij moet nog wat over hebben om zijn tijdrit naar Luik te rijden straks. Dit is helemaal achteraan en dit is Valentin Madouas. Die gelegenheidskopman was bij Française des Jeux. Groupama FDJ en Renats. Ja, we zijn er net voorbij gemoeten, maar Evenepoel geeft nog altijd een berensterke indruk. Nog altijd die focus, de oneindig, die grote blik. We kennen dat van Evenepoel voorsprong zou nu wat gedaald zijn. Hij zou een seconde of 10 kwijtgespeeld zijn tegenover de rest van de favorieten. Maar hij is boven. Hij gaat als eerste boven komen op de Roche au Faucon. Nog 200-300 meter en Seffey. En dan kan hij zich naar beneden storten in de afdaling richting Luik. Hoofdzakelijk bergaf vanaf hier. Ja, maar nog dat stukje daarnaast. Hè. Maar Renaat, die voorsprong is niet erg geslonken. José heeft handgeklokt. 37 seconden. 37 seconden. En hij heeft de zwaarste stukken achter de rug. Ja, nu belangrijk natuurlijk die versnelling rondkrijgen. Hè. Die versnelling rondkrijgen en dan hier ja, naar elkaar beginnen kijken. Laat ons open tenminste. En de grote mannen moeten nog altijd komen. Hè. We hebben nog geen Teuns gezien. We zien hem daar wel op rechts zitten. Vlasov zit daarachter. Jack Hague aan de leiding. Valverde zit te kijken. Maar Remco Evenepoel op links is scheuten. Nog 13 kilometer voor het rug nummer 13. Afdaling, drinken. Beetje drinken. Opletten toch ook.
Maar hij kent het hier als zijn broekzak. Hij heeft zo vaak verkend en heeft die finale van de week een paar keer gedaan. En heeft hier een van zijn grootste nummers opgevoerd ooit in de Ronde van België? Ja, ook al. Toen gewonnen. Ook al. En nu even proberen naar die motor en die wagen te pikken. Doe maar. Het hoort er allemaal bij. Hier nog altijd tempo. Wout van Aert, die nog altijd vlotjes meepeddelt. En die denkt, laat die anderen dat maar doen. Stel dat ze terugkeren. Dan spurt ik voor de overwinning in Luik, Bastenakeluik. Maar hij zit alweer in zijn typische aerodynamische positie. De aerokogel. Het zou wel een nummertje zijn. Ik hoor aan je ademhaling en de zucht in je stem. Dat, ja, ik gun het. Ik dat gun je het. Nerveus wordt. Ja, nee, het hem allemaal, ik gun het natuurlijk, hem en ik gun het ook de ploeg van harte. Want ja, ze hebben al zoveel pech gehad. Een ploeg die toch al heel lang in het peloton zit. Al heel veel goed gedaan heeft voor de wielrennerij. Dus ja. En die dit jaar, deze dag toch ook weer zijn pech heeft gekend met Alaphilippe. Als hij dat kan goedmaken en dat rapport kan opsmukken. Helemaal aan het eind van het klassieke voorjaar van het eerste trimester. Dan zou dat wonderbaarlijk zijn. Maar we gaan nog eens naar Renaerts. Ja, hij heeft nog een uitloper te verwerken op de Roche-Faucon. Kilometer of wat met wat steilere stroken. En dat blijft maar bergop lopen. Als hij daar boven komt, dan is het binnen. Dan is het Chacos. Dan gaat hij Luik Bastenakeluik winnen. Want van daaraf aan is het de hele tijd bergaf naar het centrum van Luik. Hij hangt 200 meter achter ons. Kan hij nu natuurlijk niet kijken naar zijn gezicht. Maar wat we daarnet zagen, sprak boekdelen. Een Evenepoel van de grote dagen. Evenepoel kijkt naar de motor, naar de man op de motor en wil vooral informatie ook. Krijgt hij ook via die oortjes, maar die is niet altijd zo goed verstaanbaar. Als hij daarboven komt, is hij natuurlijk nog niet binnen. Het hangt er vanaf met hoeveel voorsprong hij daarboven komt. Maar met een halve minuut lijkt mij wel, hoor. Ja, maar we zien er één man op kop rijden, hè, en de rest heeft nog niet gebougeerd. We hebben nog geen aanval gezien van niemand. En als er zo'n lokje haar uit je helm komt, dan ben je aartsgevaarlijk. Vraag het maar aan Pogacar. Evenepoel, we zitten bijna mee op die fiets. Fantastische beelden dit. En die cadans en die power die daaruit straalt uit dat kleine lijf. 35 seconden, nog altijd. Blijft gelijk. Uitloper van de Roche-Faucon. Ja, buitenblad. Ketting wil achteraan iets meer naar boven. En het geluk ook dat Mohoric zich op de kant heeft moeten zetten voor die mannen van Bahrein. Straks die afdaling, die gaat daar niks goed komen maken. Campijn zit niet. Hij heeft al eens laten vallen dat 13 zijn geluksnummer is. Hij heeft zijn allereerste profkoers gewonnen met nummer 13. Rit 2 in de Baloise Belgium Tour. Won toen ook het eindklassement. Hè. Was dat die rit waarin hij Victor Kampenaerts de gracht in dwong? Richting Zottegem. Door zo snel te rijden. Maar laatste rit, hier heel de boel gecontroleerd. Wel eens die hier wegsprong bovenop de Roche-Faucon en hij erop en erover. Heel de boel controleerde en tweede of derde werd in de etappe. Een groep met schoon volk en allemaal kopmannen daarachter. Maar ze komen geen meter dichter. En kijk, hier worden ze zot. Ze schreeuwen hem vooruit, ze stuwen hem vooruit. Remco Evenepoel op zoek naar het grootste succes in zijn nog prille carrière. Nog 10 kilometer, een goede 10 kilometer. En nu is het zo goed als helemaal afgelopen met die Roche-Faucon. Maar er komt hier een versnelling van Woods met Vlasov en Teuns en Hirschi. Vlasov die gaat overnemen. Wat van Aert mee is. Vlasov die gaat overnemen en Teuns die naar dat wiel komt. En nu gaan die seconden daar heel snel af. Als ze bijblijven, wordt er weer omgekeken. Dat is waar. Vraag me af wie er dan gaat nog iets doen. Valverde ook, met Mas. Met Mas. En Higita aan het wiel van Van Aert. Van Aert die even moet passen. Ja. Maar ze zijn ook zo goed als boven. Komen op 24 seconden, 25 seconden van Remco Evenepoel. Vlasov, jij moet niet blijven rijden voor wie? Voor hemzelf. Voor eigen succes natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. En Teuns die met een counter gaat. Teuns die alleen probeert. En dan moet daar een reactie komen. En die reactie komt ook. De reactie van Dani Martinez. Ja. Martinez met Vlasov. Maar je moet er van wegkomen, hè? Want blijven rijden, vraag ik me af of ze dat gaan doen, hè? Nee, 90 seconden. Als ze er niet van wegrijden. En Van Aert die plooit op het allerslechtste moment bijna helemaal boven. En daar alleen naartoe, dat wordt moeilijk. Dat betekent dat je helemaal op die limiet naar Vogelsang zit. Gaat het daar nog eens stilvallen? 20 seconden wordt gemeld via de wedstrijdradio. En nu een momentje van verpozing. Ja, dit kost ook hier natuurlijk. Ja, die inspanningen moeten ze ook leveren. Moet er eigenlijk moet maar één komen, dat is Mas in principe. Want dat is een ploegmaker die neemt Valverde mee. Maar gaat hij rijden? Het wordt nog razendspannend.
We gaan hier een paar jaar van ons leven laten, Renat. Lange niet. Teuns weer alleen, nee, met Martinez. 21 seconden op... meldt Renata in de bocht en dat klopt. José toont aan, 21 seconden. Ze zijn met drie. Teuns, Martinez en Higuita. In de achtervolging. Op deze Remco Evenepoel. Die met een halfvol seconde daarvoor moet uitblijven rijden. En hier gaan ze elkaar vinden. Niet zoals bij de vrouwen van morgen, waarbij één iemand het werk moest opknappen om beurten. Maar hier is het ronddraaien. Ja, ronddraaien en je hebt daar achteraan Vlasov zitten. Nee, Higuita die wordt beschermd door Vlasov, die van diezelfde ploeg zit. Maar toch, als er één iets is wat Remco Evenepoel kan, is het dit binnenhalen. Met zijn typische tijdrijderstijl en zijn enorme capaciteiten om zo'n klussen af te maken. Het kan even goed tegenvallen, maar we geloven er nog altijd in. 21 seconden staat er nog altijd. En dat van die 300 meter, dat weet ik niet zin of dat waar is. Dat hebben we vanmorgen ook gezien dat dat niet waar was. Allee, Remco Evenepoel. Evenepoel. 23, 24, 25. Het zou zijn vijfde eendagszege zijn. San Sebastian in 2019, Druivenkoers in 21, de Brussel Cycling Classic in 21 en de Coppa Bernocchi vorig jaar ook. Maar goed, we gaan al die conclusies en al die verhaaltjes nog een beetje opsparen. Ah, dat is niet slecht. Nee. Dat is niet slecht. Higuita die weigert om in te schuiven. Teuns die achterom kijkt, Valverde die er toch maar weer bij is, hè, meneer. Van 41 jaar, Vlasov van achter de rug, maar laat hem dat maar alleen doen. Dat wordt moeilijk. Dat wordt moeilijk alleen naar... Het is hier een beetje hollen en stilstaan. Dit kan geen kwaad. Dit zien we eigenlijk graag als ze elkaar niet vinden. Man tegen man. Dat is beter zo. Hirschi, Valverde, Mas, Woods, Martinez, Teuns, Higuita. Dat zijn de mannen daarachter. En komt Van Aert daar nu ook terug? Ik dacht het. Als daar 28 seconden staat en als dat klopt... 28 seconden op wie? Als dat op Vlasov is, want je ziet ferm aan het wegrijden van die mannen. Mm-hmm. En nu eens kijken wie komt er hier op rechts. Wout van Aert, denk ik, komt nu in beeld gereden. Voilà, met Nelson Paulus. Nelson Paulus die probeerde mee te gaan met Evenepoel bovenop Laredoets. En laat ons niet vergeten dat Evenepoel daar is weggereden, hè, op 30 kilometer van de streep. Remco Evenepoel in een stuk dat goed bolt en waar je al je power kwijt kan. Ook na 245 kilometer mogen we nog van goed bollen spreken, zeker. Kijk, dit is toch hoekiger? Dit is toch niet de tijdrijder? Nee. Jammer, ik ben mee, zinnen. Ik ben... ja, je moet mij niet proberen overtuigen. Ik ben helemaal mee. Doe me zeg. 20 seconden wordt hij gemeld. Maar ik heb hier een timing gedaan. Laat mij eens kijken. Het zou wel een fantastische afronder van het klassieke voorjaar zijn als we met Remco Evenepoel nog eens een Belg helemaal bovenaan posteren in Luik-Bastenaken-Luik. 11 jaar na Philippe Gilbert. 23 jaar na Frank van den Broeke. Dat kan tellen. En 30 jaar na Dirk de Wolf. Kijk nog eens om. Vlasov. Het wordt moeilijker voor Vlasov. Ja, dat begint pijn te doen. Hoekiger te gaan. De stijl van Evenepoel is mooier, beter, gestroomlijnder. Halve minuut voor Vlasov, 43 seconden voor de rest. José. Het is binnen. Het is binnen? Denk ik. Hoop ik. Fingers crossed, adem inhouden. Met Remco Evenepoel mee op de bagagedrager richting Luik. 6 kilometer met adem inhouden, dat gaat niet gaan. Jij als diepzeeduiker, dat moet lukken. Ja, pardon. Remco Evenepoel. Doe dus ons al, wat doet u ons aan? Wat een genot om dit mee te maken. En die supporters hier aan de aankomst, ze staan daar met al hun vlaggen en hun t-shirts. En de voorzitter van de supportersclub van Gerardsbergen, Fred Penne. Want het is niet meer Fredje, het is Fred Penne tegenwoordig. Die is naar Spanje op vakantie vertrokken. Die gaat het niet meemaken. Die komt terug. Mm-hmm. Die is nu aan het terugkomen. Ja, we stelden ze daarnet voor een dilemma, hè? Die supporters van Remco Evenepoel. Remco Evenepoel die Luik-Bastenaken-Luik wint en Union die wint, dat wint van Anderlecht vanavond. Wat kies je? Er waren er een paar die twijfelden. Maar uiteindelijk zeiden ze toch, laat Evenepoel maar Luik-Bastenaken-Luik winnen. Ze hebben gewoon een nieuwe pint besteld, dat heb ik gezien. Dat is ook waar. En ze waren al aan het zingen. Remco is van ons. Hier is
Quinten Hermans teruggekeerd. Sterk, en die kan een dichte prijs printen. Hè? Ja. Die is rap. Sterke prestatie van Quinten Hermans. Come on, Motje, roepen ze langs de kant van de weg. Of het was een van de motards zelfs die hem een beetje steun geeft. Mag ook, hè? Tuurlijk. Tuurlijk. Als het er van achter is, kan dat geen kwaad. Vlasov die denkt, ik ben misschien naar een tweede plek aan het rijden en ik moet blijven rijden. Maar bij Evenepoel geraken in 5,6 kilometer met deze tred, vergeet I dat maar. I don't think so. Je pijn zit niet. Elleboogjes, mooi onder de borstkas. Nu nog even naar onder in die Gidon. Evenepoel die al een 10 op 10 krijgt voor stijl. We hadden 3 kandidaatwinnaars met onze landgenoten. Dylan Teuns, Wout van Aert en Remco Evenepoel. Ze zijn alle 3 op de afspraak. Van Aert die nog een versnelling plaatst met Martinez in het wiel. En Teuns. Nee, dit is niet Teuns, dit is zijn ploegmaat. Hake. Jack Hake. Ja, Martinez, Woods, allemaal de kopmannen. Volsang. Allemaal de kopmannen. En ten telt niet. Nee. Ten telt het niet. Hoe, hoe, hoe. Moet ik de rolluiken omhoog doen? Doet de rolluiken maar omhoog dat we hem zien komen. Ik steek het vuur onder de kroketten aan. Van het ene grote nummer naar het andere. Annemiek van Vleuten vanmorgen, Remco Evenepoel vanmiddag. Maar wel 16 jaar verschil tussen. Ja. Kost daar een zoon zijn. Debutant in Luik-Bastenaken-Luik. Zijn allereerste. Roglic was ook een debutant toen hij woonde in 2020. Maar wel wat ouder natuurlijk dan Remco Evenepoel. 50 seconden voor de groep van Aert. Dat klopt wat daar staat. En van Vlasov hebben we absoluut geen schrik meer in die achtervolging. Nee, ik denk het niet. We beginnen vooral proberen om tweede te worden. We beginnen erelijsten aan te vullen. Ik kan nog even wachten. Maar we willen niks jinxen. Nee, nee. Absoluut niet. Oh. Nog geluk dat we geen wetenschap lopen hebben. Van wat als? Dan doe ik dit of doe ik dat. Hier, groot discussie naar elkaar kijken. Heb je niet gezegd de voet naar Temps als je no, moet? Nee, nee. Zo verkeerd begrepen? Nee, 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 nee. Remco Evenepoel met zijn jachtinstinct op weg naar de winst in de Doyenne in Luik-Bastenaken-Luik. Schampavie. Scheuten. Pijp uit. Scheuten. Een genot om naar te kijken. Ja. Vuistje de lucht in op 3 kilometer van de streep. En wij mogen niks jinxen. Ja. Ha, hoeveel zelfvertrouwen kan je hebben? Hoe moet Patrick Lefebvre dit beleven nu? Ja. Maar toch nog even wachten. Hè? Nee, nee, nee. Op de fiets blijven. Zeker. Rustig. Zeker. En vooral niet plat rijden. Kom, stop. Ik moet mezelf erop betrappen om dit soort dingen niet te zeggen in een finale van een wielerwedstrijd. Maar hij is Luik binnen en daar staat nog 2 kilometer tot de aankomst. Vlasov die moet nog een paar bochten nemen en die is vooral achteruit aan het lonken. Kan ik nog mee op dat podium met Remco Evenepoel, want dat zou ook wel iets seconden zijn. Voor Vlasov. Wat een nummer, wat een nummer, wat een nummer. Quickstep Alpha Vinyl, dat in dit voorjaar een paar keer terug naar de tekentafel moest. Uitvallen door ziekte, blessures, allerhande dingen. Zichzelf opnieuw aan het uitvinden, Patrick Lefebvre. En dan in de allerlaatste wedstrijd dat rapport nog helemaal recht trekken. Even 1000 keer naar Alt. Absoluut. En dat al 15 jaar, 20 jaar aan een stuk. Na Luik maken we de rekening op. En hij is hier toch wel zeker met de rekening. Kopje. Kopje, zegt hij. En die gebaren, ja, die specialized bedoeld hebben. Die horen er gewoon bij Remco Evenepoel. Het ontbreekt ons aan epitheta om zijn sierlijkheid op een fiets te beschrijven. Wat een stijl. En dan gaat hij hier echt opgevangen worden door een muur aan mensen. Daar lonkt de bocht en de laatste rechte lijn op 1 kilometer van de streep. Nog even opletten in deze bocht. In deze bocht. En daar komt hij. In de allerlaatste rechte lijn
Nog een paar honderd meter voor Remco Evenepoel. Op weg naar het allergrootste succes in zijn carrière. We herhalen het. Het eerste monument komt erbij op 22-jarige leeftijd. Bedankt de mensen in de volgwagen. Bedankt de ploegmaats. Remco Evenepoel is weggereden. Bovenop Lara Doets. Bouwde zijn voorsprong stelselmatig uit. Nog even was er een reactie op de Roche-Auffaucon. Maar ze konden er niet meer naartoe. Want hij was berensterk vandaag. Hier voorbij die laatste vaste camera. In de laatste rechte lijn. En dan opgevangen worden door de finishcamera. Remco Evenepoel wint Luik-Bastenaken-Luik 2022. Putain, putain, c'est vachement bien. Remco Evenepoel. Met de winst in deze klassieker. Geweldige prestatie. Wow, wow, wow. Dat mag je wel zeggen. Dat mag je wel zeggen. Helemaal. Dan is Vlasov de man die ingelopen wordt door de groep. Oeh, met kijk Van Aert. Naar Hirschi die aan het gevecht met... Boah. Het kan nog 1, 2 en 3 worden. Teuns is snel, maar nog een uitval Woods. Van Fuglsang met Woods. Fuglsang daarvoor Woods. Met Iguita. Iguita. Teuns die meegaat, Van Aert ook. Iedereen wil hier op het podium. En het is natuurlijk ook logisch dat je op het podium wil van een monument. Wout van Aert, zit er nog wat op? Zit er nog wat op? Ja, er zit nog wat op. Hij gaat zich naar die tweede plaats spurten. Of is het Quinten Hermans? Van Aert of Hermans? Het is een spurt van stervende zwanen. Het is Hermans die tweede wordt. En Martinez die derde wordt, denk ik. Maar wat fantastisch van Quinten Hermans. We waren helemaal naar die Belgische driekleur aan het kijken. Maar daar kwam Quinten Hermans. Tweede in Luik-Bastenaken-Luik. 1 en 2. Het was van Philippe Gilbert geleden dat we nog iemand op het podium hadden. Hè? In die jaren die daarna kwamen. Geen Belg in de top 3, geen Belg in de top 5. Dit is de dag van de Belgen. Mama Anja. En de vriendin. Wauw! Godverdorie. Je hebt het gewoon gedaan. Wilfried Peters, ook zo blij. En dan komt daarmee ook een einde aan een donkere periode voor een ploeg. En laat ons nu vooral hopen dat Julien Alaphilippe de schrik weg is gekomen bij die valpartij. Is naar het ziekenhuis gebracht. Evenepoel moest de volledige druk van de ploeg gaan dragen in die slotfase. Deed dat ook op een weergaloze manier. Ja. Als je weet wat hier allemaal is aan vooraf gegaan. Het zal wel zijn. Eer je hier bent met alles en nog wat van dit en dat. En alle kranten die eraan, ik kan niet zeggen vuil gemaakt zijn. Die beschreven zijn met van allerlei zaken. En je moet vechten in je eentje. Om uiteindelijk hier te komen en dat te doen. En dan de manier waarop. Goho. Ja, wat. Ik heb de neiging om terug te kijken, want ik zie dat publiek hier op de borden. Maar ze zijn al binnen. Ja, er wordt hier nog een groepspurtje gewonnen door Robert Stannards. Dat is dan voor de ereplaatsen. Maar hij heeft het gedaan. Die kleine uit Schepdaal, 1,71 meter. Maar wat zit er allemaal in die pootjes? En in die kop ook. Hè. Ja. Mentaal sterk. Hè. Duur. Echt keihard. Keihard. Want ook dat moeten we in beschouwing gaan nemen. Als die valler niet is in de ronde van Lombardije, dan stond hij nu ook al op 22-jarige leeftijd een pak verder in zijn carrière. Dan stond hij al een pak verder. En nog maar is het verhaal van met deze kerel gaat er maar met twee kopmannen naar het WK toe. Ja, hè. Doen, hè? Ja, absoluut. Doen. Of met drie? Ja. Niet te veel dat verhaal van die en die moet kopman zijn. Nee. Gebruik hem maar mee. Hij kan het ook in dat soort wedstrijden. Maar lyriek mag ook voor Quinten Hermans. Weet je, we gaan het compleet maken. Ik denk dat Wout van Aert derde is. Dat hij daar nog met zijn jump Martinez voorblijft. Dit is Hermans, maar die remonteert gewoon Wout van Aert. Hè? Die remonteert Wout van Aert. Hier komt Dani Martinez. Van Aert zet zich neer en moet dan toch nog jumpen. Hij is derde. Het is 1-2-3. Ja, die Gita die even moet inhouden omdat Wout van Aert hem een klein beetje tegen de kant drumt. Bewust, onbewust. Maakt niet uit. Gaat hier even de benen stilhouden. En dan Hermans die van ver komt. Hè? En heel sterk. Die wordt wel tweede in Luik. Pas te maken Luik.
Ja, ik weet het. Ja, maar ja. Ik ben ook mee, hè. Nee, maar het is toch echt niet te geloven. Rug nummer 13. En Hermans en Van Aert. 1, 2, 3. La fête des Belges à Liège.